Als biersommelier is het mijn missie om bier aan tafel te krijgen. Ik neem u graag mee naar zowel leuke brasseries als toprestaurants die het aandurven om met bier te werken. Leer alles over inschenken, kijken, ruiken, proeven en combineren met gerechten. Cheers! Vandaag ben ik te gast in het mooie Meetjesland. En nog wel in het restaurant De Warande in Sint-Jan in Eremo. Dirk Cornelis, de man van Gandeham. Ja, we zijn hier in een van de vele Vlaamse keukens. En jouw product Gandeham is wel zeer populair in die Vlaamse keukens. Ook vandaag wordt er een mooi gerecht klaargemaakt met onder meer Gandeham. Maar dat succes is zeker niet vanzelf gekomen. Succes, hè. Het is altijd het zoeken naar lekkere smaken en een lekker product. Een heerlijk product. En we dachten naar de klant, de consument te gaan. En die zal ons product maar weer kopen, dachten we zo in de jaren 90. Als het product lekker is, natuurlijk. En wie beter dan de prescriptor, de kennishebber van de smaak, de restauranthouder, de chef, kon ons daarbij een stuk helpen. Dus het merkimago is er eigenlijk toch gekomen door de restaurants en door de kookprogramma's en door het culineren eigenlijk. Ja, als we ergens op de kaart staan, lezen er honderden mensen dat. En dat is een zeer goede reclame eigenlijk. Hè? Ja. Wel, ik ben benieuwd wat de chef ons zo dadelijk kan voorschotelen samen met het Gulden Draakbier. Maar ik denk dat Gandeham ook een prominente rol in het gerecht gaat spelen. Ja. We gaan dat zo dadelijk zien. Gulden Draak kan je kopen in een gespecialiseerde winkel als je er zelf mee wilt koken. Maar wij hebben een tafeltje geboekt in De Warande. Ik ontmoet ook chef Verzelen van de brouwerij van Steenbergen, makers van de Gulden Draak. En chef, je bent net terug van Chicago. Vertel eens, de Gulden Draak, is dat al een succes? Gulden Draak is daar een ongelooflijk succes. Het overtreft onze stoutste verwachtingen. Ja. Het is natuurlijk een project dat al vele jaren aan de gang is, maar we zien nu echt dat het merk aan het doorbloeien, groeien is. En we zijn natuurlijk heel tevreden over. En wat denk je dat de reden is van het succes? De reden van het succes is eerst en vooral de stabiele kwaliteit van het product. Het feit dat het een bier is van 10,5 graden met nagisting op de fles en op het vat. En wij verkopen het daar ook als een barley wine. Mm-hmm. Dus we proberen het in het hoge segment te plaatsen, mm-hmm. meer richting wijnen in plaats van bieren. Ja. En dat blijkt toch wel, met dat zijn we toch wel uniek in de bierenwereld. Hè. En het feit dat het from Belgium is, from Ghent. Uiteraard, de mensen zijn op zoek naar authenticiteit. Ja, ja, imported from Belgium is zeer belangrijk. Ja, maar ik heb er dus eentje klaargezet. Hè. Je zal wel dorst hebben na zo'n lange vlucht. Ik ben na een vlucht van bijna 8-9 uur. Kan het zeker stellen als een stevig ontbijt. Ik kijk er dan ook naar uit. If I could have beer for breakfast, I would have Gulden Draak. Voilà, exact, ja. Nou, ik zie dat je iets aan de verpakking gedaan hebt. We hebben recent de verpakking aangepast. Vroeger zaten wij met de geschilderde fles. En nu zijn we overgeschakeld naar een gesleefde fles. Gesleefde fles. En dat geeft ons natuurlijk veel meer mogelijkheden naar... om informatie weer te geven. En de draak springt er veel beter uit dan wat het vroeger geweest is. Ja, op de Gulden Draak en welkom back in Belgium. Dank u, Ben. Gezondheid. Cheers. Toch fantastisch bier, Ben. Maar ik heb het graag dat het goed fris is. Mag niet te koud zijn. Ik ben benieuwd om de pairing van de chef zo dadelijk te gaan uittesten. Ik twijfel er niet aan dat dat perfect zal zijn. Oh, want het is een goed restaurant. Het is een zeer goed restaurant. Chef Dirk Boeles heeft heel wat ervaring in bier en food pairing opgedaan. Ik denk dat het vlees wordt. Het wordt inderdaad vlees, Ben. Varkensvlees gevuld met tomaat en handeham. Op lage temperatuur gehaard en dan gegrild. Met een saus op basis van een klein beetje Gulden Draak, honing en teriyaki. Mm-hmm. We ondersteunen het gerecht nog eens extra met cacao nips. Dat is de basis van de chocolade. Dat ook een beetje in het bier zit, hè? De chocolademouten. De aardappeltjes, daar wordt puree van gemaakt met handeham en padde bleu. Uit Gent, hè? Uit Gent, ja. Ah, ja. Ze blijven allemaal met Gentse producten. Gandeham, ja. Bier van Erfvelde en de Padde Bleu kaas. Ja, en Padde Bleu gaat ook heel goed samen met de Gulden Draak. Vandaar. Zou je dus ook gewoon op zich kunnen combineren? Ja. Ja.
Oké. Okay. Absoluut. Misschien een idee voor na het gerechtje. Hè? Ja, we zullen zien. We gaan nu laten werken. En we zien ons straks terug. Oké. Gezondheid. Ben, ik denk dat het een perfect huwelijk is. Ik ervaar de gulden draak in combinatie met de blauwkaas. Er zit ook een beetje gulden draak in de saus. In de saus ook, maar het is een perfecte pering. Vooral met de blauwkaas, met de blauwgeaderde kaas. Komt die perfect tot zijn recht. Ja. Het krachtige bier overweldigt toch de krachtige smaak van de Pâte Bleue. Ja, ja, dat en zo kun je terug opnieuw uw bier en uw zaken proeven. Dat is het succes van food pairing, dat is what it's all about. Ja. Ja. Grote klasse. Om nog iets over het bier te zeggen, chef, want jij bent toch de brouwer. Dit is wel een vrij zware klepper. In onze brouwzaal is het ook het zwaarste bier dat wij maken. We zitten hier met een plato-gehalte van 23 graden, wat dus uiteraard vrij veel is. Daarbovenop voegen wij nog enorm veel suikers toe om aan die hoge alcoholen te komen. Maar wat ik toch vind aan dit bier, de alcohol overweldigt niet. Maar je hebt mij ook eens een geheimpje verteld. Dat het met wijngist gemaakt wordt. Wij gebruiken voor de nagisting gebruiken wij hiervoor een wijngist. Omdat biergisten zeer moeilijk kunnen ageren in die hogere alcoholen. Ja, die zijn zeer gestresseerd door alcohol en die zetten zich verder neer. En die doen al hun werk niet meer. En daarvoor hebben wij gekozen voor een wijngist die die hogere alcoholen aan kan. Dat is toch weer een staaltje van de individualiteit van de Belgische brouwers. Hè? Moet je kijken, jongens. Hoe mooi dat die kleur is. Robijnrood. Ruby Red. Dat is fantastisch. Sunshine in the Golden Dragon. Jeff, waar komt nu die naam Gulden Draak vandaan? De naam Gulden Draak verwijst dus naar de Gulden Draak die op het top staat van het Belfort in Gent. En zo zit er achter elk bier een verhaal. Zo is dat, Ben. Volgende week proeven we Delirium Tremens in het Delirium Café en restaurant Scheltema in Brussel.